Dus maak het jezelf weer comfortabel. Misschien iets comfortabeler dan dat je net zat. En haal diep in, adem. En terwijl je loslaat, kijk of je direct kunt loslaten. Alle activiteit van de mind. Al je denkprocessen. Al je verwachtingen. Al je geanalyseer. Stop gewoon. Adem diep in. En als je uitademt, ontspan nog dieper. En stap terug uit je doen-modus. Adem in. En adem uit. En ontspan nog iets dieper. En laat de laatste beetjes momentum van je breinactiviteit los. En geef jezelf de komende paar minuten om even niet geïnvesteerd te zijn in de zogenaamde belangrijke dingen in je leven. En merk nu op dat je ervaring in het leven een hele veranderlijke natuur heeft. Enkele momenten geleden was je misschien nog bezig met de onderwerpen in deze call. Je eigen gedachten. Dingen die je te doen hebt. En nu je dat hebt losgelaten, is dat eigenlijk allemaal niet bestaand. Zelfs als je eraan terugdenkt, is dat slechts een gedachte. Maar als ik je vraag, wat nou als er niets is om op te lossen? Wat blijft er dan over? Nu. Er ligt een bevrijdende waarheid hierin. Dat de ervaring van het leven, waar we vaak
compleet in verdwaald raken. Slechts een tijdelijke, veranderlijke film is van ervaringen. Die komen en gaan. Behalve één ding. Dat er altijd is. Wat is dit ene ding wat niet verandert? Kun je dat zien? En als er gedachten opkomen die je aandacht proberen mee te nemen, observeer die gedachten. En zie hoe het oplost wanneer je het geen aandacht geeft. En wat is het? Wat is een gedachte? Wat maakt het zo vloeibaar en lucide? En waarom kan het zoveel invloed hebben op je? Plaats je focus nu op je ademhaling. En kijk of je zonder intens erop te focussen het gewoon kan zien gebeuren. Je hoeft het niet te veranderen of moeite te doen om het te zien. Merk gewoon op dat het er is. Je hoeft daar niets voor te doen. Kijk of je deze ademhaling kan volgen van begin tot eind.
En merk ook hierop dat er elke keer weer een nieuwe start en een nieuw einde is. Allemaal terwijl er één ding is wat niet verandert. Eén ding wat in essentie echt is. Kun je rusten als het ene onveranderlijke deel in je? Dat stil is. Dat geen vorm heeft. Geen locatie. Geen verhaal. Geen gevoel of stemming. Het is alleen te herkennen aan een constante. Een bewustzijn. Het meer gaan herkennen van dit bewustzijn in je dagelijkse leven en er dieper ingaan, minder identificeren met je lichaam, de mind en de wereld waar het in leeft, is de essentie van ware spiritualiteit. Het is waar alle spirituele zoekers intuïtief naar op zoek zijn. En de kosmische grap is dat je niet hoeft te zoeken. Het is er al. Kun je dat zien? Oké, laten we rustig gaan weer terugkomen naar de echte wereld, voor zover je daarin gelooft. En ik kan me voorstellen dat als je, want die verwachting had ik ooit, wanneer je kunt zien dat er een deel is in jezelf die je altijd kunt vinden door stil te worden en alle activiteit van de mind te laten vallen, dat je iets meer ervan had verwacht. Iets spectaculairders. Intense explosies van licht en liefde en het ontmoeten van engelen. En het is een typische verwachting van een ego. Een spiritueel ego. En die potentie bestaat met frequenter bewust worden en blijven over dat diepere deel in jezelf. Maar
Misschien kun je die verwachting loslaten en kijken of je gewoon oké kunt zijn met die sensatiezoekende mind vaker loslaten. En gewoon rusten in het saaie voor het ego, maar absoluut verlichtende zijn van je ware zelf. Dus bedankt. Vandaag. Fijne avond.